Hey Cornelia, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video ga ik Huddle, Community in e-learning software van de IMU, reviewen. Ik ga je gewoon rondleiden in deze software. Ik heb hier al eens een video over gedaan op mijn andere kanaal waar ik over online geld verdienen etc. praat. Dat kanaal is gewoon @CornelMarchand of CornelMarchand intikken in de zoekbalk. En dan Huddle review en dan kom je bij de review. Daar praat ik voornamelijk over wat het kan. En hoe ik het gebruik. En in deze video wil ik je gewoon meer laten zien hoe het daadwerkelijk in gebruik is en wat je kan maken eigenlijk van een Huddle community en e-learning software. Je hebt twee verschillende manieren eigenlijk, een soort oldschool manier om een community te bouwen met e-learning erbij. Dat zal ik je ook laten zien. Dat is bijvoorbeeld van, even kijken, het forum van Jacco Meijert. Dat is ook een affiliate marketeer. En hij heeft hier een ouderwets forum. Dus dat ziet er echt zo uit. Dat is echt de pure vorm van een forum eigenlijk. Dus daar heb je gewoon verschillende boards. En dan kun je gewoon successen delen, vragen stellen, etc. Dit is de old school. En wij hebben eigenlijk een new school variant gebouwd in Huddle. En dat ziet er dan zo uit. Vind ik wat toffer eigenlijk eruit zien. Je ziet hier ook boards waar je verschillende vragen kunt stellen. Deze kunnen wij ook gewoon aanmaken. Maar voordat ik dit allemaal even ga laten zien en je doorheen ga leiden en ook de e-learning ga laten zien, wil ik je vertellen in het kort dan even wat Huddle eigenlijk precies kan. Huddle is e-learning software, membership software en community software. Eigenlijk alles in één. En je kunt daar alles in één ook mee bouwen. Dus je kunt e-learning platforms gaan bouwen. Dus je kan jouw videotrainingen of je e-books of iets in die trant, kun jij in een online omgeving zetten. Die omgeving is het e-learning gedeelte en dat kunnen mensen als het ware kopen. Tenzij je het gratis maakt, maar ik denk dat je een platform wil bouwen waar mensen jouw producten kunnen kopen. Het mooie sowieso aan digitale producten is dat je die eenmalig hoeft te maken. Vervolgens kun je die eigenlijk oneindig verkopen, zo lang en zoveel als je ervan wil verkopen. Dus dat is, vind ik, heel erg mooi aan e-learning. En daar komt ook nog eens bij dat je een membership gedeelte van kan maken. Je kan Huddle koppelen aan Plug&Pay en dat is de betaalpagina software, is ook van de IMU, maak ik ook gebruik van. En daarmee kun je een membership, je kunt abonnementen verkopen. Dus mensen kunnen lid worden van die omgeving en dan maandelijks betalen of per kwartaal of per jaar of wat je zelf eigenlijk wil, kun je allemaal instellen. Maar zo kan je dus gaan bouwen naar wederkerende inkomsten, dus inkomsten die je telkens weer terug ziet komen zolang degene lid blijft. En daarnaast kun je dit natuurlijk mooi stapelen. Want als er één iemand lid is voor zeg €50 per maand en die maand daarna komen er twee mensen bij, dan verdien je dus €150 per maand. En zo kun je dat mooi op gaan stapelen. Natuurlijk zullen er mensen zijn die wel eens het abonnement opzeggen, maar zo kun je wel ongeveer schatten wat je die maand daarna gaat verdienen met de abonnementen die je op gaat bouwen. Dus ik denk dat het membership gedeelte heel interessant is. Dus ga eens kijken als jij ook een business hebt waarbij je dus digitale producten wil gaan verkopen. Wat je denk ik wel wil, anders ga je niet gebruik maken van Huddle. Dan is het heel interessant om naar memberships te gaan kijken. En ik snap, misschien is het wel heel vet om ineens een sale van €500 te hebben. Maar als die eenmalig is, dan ga je daar minder aan verdienen als iemand die voor €50 per maand lid blijft. En elke maand weer terugkomt. Want als die 10 maanden lid is, heb je die €500 al. Nou, verkoop je een jaarabonnement, dan verdien je al dus €600. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Maar goed, memberships zijn in ieder geval heel interessant om naar te kijken. En dat kun je dus heel goed combineren met die e-learning software. En daar komt dus bij kijken dat je er ook een community bij kan bouwen. Dus ik heb hier net het old school forum gezien. Dat kun je nog steeds bouwen in Huddle. En ik zeg wel bouwen, maar het is eigenlijk gewoon op een paar knoppen klikken en dan staat het erin. Dat vind ik ook zo ontzettend tof aan Huddle. Iedereen kan hiermee een e-learning software met een community bouwen of maken. Want het gaat dus gewoon maar met een paar kliks. Maar daar komt dus nog bij dat je ook een community kan maken. Mensen kunnen hier hun vragen stellen zoals je hier kunt zien. Je hebt ook verschillende boards. Je kunt ook groepen aanmaken. En in die groepen kun je weer mensen met elkaar laten sparren. Je kunt aparte groepen aanmaken met één onderwerp. Zoals hier bijvoorbeeld hebben we gedaan met accountability. Dus mensen die weinig doorzettingsvermogen hebben. Gewoon een duwtje in de rug nodig hebben zo af en toe. Die kunnen deze groep joinen. En dan gaan we eens in de zoveel tijd eens vragen. Hoe gaat het? Hoe ver ben je? En zo kun je meerdere groepen gaan maken. Leuk om te vertellen dat dit een initiatief was van iemand die in de cursus zelf zat. Dus zo kun je ook gewoon heel makkelijk inspelen op wat mensen eigenlijk nodig hebben en willen. Dus dat vind ik heel erg tof aan Huddle. Maar dit is natuurlijk de voorkant. En als je wel eens in een Huddle community hebt gezeten, dan weet je hoe dat eruit ziet. Ik zal nog even snel naar de resources gaan. Dit is overigens van mijn eigen training Affiliate Marketing.
Affiliate Marketing Domination. En hier zie je eigenlijk hoe het e-learning platform eruit ziet. Dus we hebben hier, even kijken, bij Bonus Sheet staan een aantal documenten erin verwerkt. Die kunnen mensen downloaden. Must Reads kunnen mensen downloaden. Zie je hier ook een boek. En de hoofdcursus staat uiteraard aan het begin. Dat is een videotraining van 65 lessen. Die hebben we weer opverdeeld in verschillende modules, zoals je kan zien hier. En dan ga je dus aan de slag met de video's. Dus mensen die kopen dat en die kunnen gewoon vervolgens aan de slag met de cursus. En die kunnen iets moois gaan opbouwen. In dit geval is het een affiliate marketing business. Dus ja, Huddle is voor mij echt ideaal geweest. Zeker omdat je echt geen verstand nodig hebt of geen technische kennis of ervaring met het bouwen van dit soort dingen. Het is echt kant-en-klaar, een aantal kliks. En als je Plug & Pay ook wil gebruiken, is het even die koppeling maken. Maar dan staat het gewoon. En dat kun je serieus, binnen een dag heb je dit gewoon opgebouwd. Dus als je dit goede toevoeging vindt voor aan jouw business. Want je kan natuurlijk gewoon een apart gedeelte op je website maken. Net zoals wij hebben gedaan. Je hebt hier amdomination.nl, dat is onze website. Die hebben we gewoon gebouwd in onze eigen software. En vervolgens zie je hier forum. Of je kunt naar direct starten gaan. Maar als je op het forum klikt, dan kom je uiteraard terecht waar we net waren. Heb je geen account, moet je eerst een account kopen als het ware om de inloggegevens te krijgen. Maar je kan natuurlijk ook direct starten. En dan kom je bij de betaalsoftware van Plug & Pay terecht. Zoals je hier kunt zien, daar kun je abonnement afsluiten. En doe je dat, dan krijg je via de mail automatisch je inloggegevens. Dat zou met je mailadres zijn en dan een code. Kun je vervolgens zelf je wachtwoord invoeren. En dan kun je inloggen op het software. En dan kun je bij de e-learning, bij het forum, kun je overal bij. Dus dat werkt helemaal geautomatiseerd. Factuur krijg je in het systeem, in het backend. Dus dat werkt ontzettend goed. Dat is absoluut een aanrader. Ik zal overigens ook een linkje van Huddle en Plug & Pay in de beschrijving zetten. Ook van de gratis trials. Kun je het eens gaan proberen, 2 weken lang. Zeker aan te raden. En ik zal je nu eens ook eens de backend laten zien van het systeem. Dus dan ga je eigenlijk naar hier. Dan ga je naar beheer. En dan kom je in het backend van Huddle. Hier kun je dus allerlei dingen gaan aanpassen. Nou, ik ga even niet op gebruikers klikken, want dan kun je exact zien welke mensen er allemaal in zitten. En de namen ervan, e-mailadres, ga ik niet doen. Dat zijn privégegevens uiteraard. Maar hier kun je dus je e-learning gegevens aanpassen. Je kan nieuwe modules toevoegen. Hele nieuwe gedeeltes toevoegen. Werkt heel erg simpel. Dan klik je gewoon op aanpassen. Nou, je kan hier zien welke video's erin staan. Je kan ze verplaatsen, je kan ze verwijderen. Instellingen, design kan je veranderen. Dus dan vul je een logo in en die komt weer op de voorkant te staan. Het werkt gewoon heel simpel. Het is gewoon serieus met een aantal kliks en dan video's uploaden via bijvoorbeeld Vimeo. Nou, je kan quizzes toevoegen, nieuwe auteurs. Je kan ook naar de community gaan, nieuwe boards hier aanmaken of beheren. Je ziet hier wat je allemaal nog meer kan doen. Er zijn zo ontzettend veel opties, maar eigenlijk heb je helemaal niet veel nodig. Nou, je ziet hier dat wij het social network thema hebben gekozen. Maar je hebt dus ook het traditionele forum. Dat is die ik je aan het begin liet zien. Dat is echt het klassieke forum. En social network die wij hebben, dat creëert wat meer engagement. En dat vinden wij belangrijk. We willen gewoon een actieve community. Dus je kan gewoon kiezen wat bij jou past en wat bij je business past. En dat kun je instellen voor jouw Huddle community. Dus zo simpel is het, je kan de kleurtjes gewoon even aanpassen en dan zal het, die hele site zal die kleuren overnemen. Dus je hoeft niet gekke codes te kennen, je hoeft echt niet technisch te zijn om dit te kunnen. Een kind kan de was doen als het ware. Nou, je kan je login zelfs aanpassen naar hoe je het zou willen hebben. Je kan je header aanpassen. Je kan alles aanpassen wat je wil aanpassen. Je kan ook extra's toevoegen zoals dus gamification. Kun je punten geven aan mensen als ze iets doen bijvoorbeeld. Een reactie, liken, een comment plaatsen. En dan zie je dat bij de scoreboard zie je dat mensen bovenaan komen te staan. En daar kun je ook weer wat mee doen. Zoals wij willen bijvoorbeeld prijzen aan die mensen gaan uitreiken eens in de zoveel tijd. Als mensen gewoon actief zijn. En zo kun je ervoor zorgen dat je een heel actief forum houdt. Een hele actieve community bezighoudt. En ja, dat zorgt wel meer voor het samen zijn gevoel als het ware. En ik denk dat dit ook beter is voor doorzettingsvermogen, discipline. Dus Huddle draagt op allerlei manieren bij aan je business. En ik denk dat het een hele goede toevoeging voor jou en jouw business kan zijn. Als je hier op een of andere manier een digitaal product aan vast kan hangen. Nou, Huddle is uiteraard gemaakt door de IMU. Dat zijn Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ik denk dat beide heren hier niet onbekend zijn van de Internet Marketing Unie. Zijn al eigenlijk jaren toonaangevend op het gebied van online marketing. En ze hebben inmiddels dus Huddle software. Ze hebben Phoenix software waarmee je gewoon normale websites kan maken. En die Plug & Pay software.
Veel mensen kopen dit in het pakket. Ik zal de linkjes ervan allemaal in de beschrijving achterlaten. En daarmee kun je dus aan de slag gaan met eigenlijk alles. En dan heb je dat zo staan. Gemak staat hier. Gewoon hoog in het vaandel. Dat merk je aan alles. Want het is allemaal heel erg simpel om te gebruiken. Ik ben in ieder geval heel erg tevreden van Huddle. Je hebt ook een beetje gezien hoe het werkt. Het is simpel op een paar knoppen klikken. Je voorkeuren aanpassen. Kleuren. Logootje uploaden. En dus kiezen voor of een social network of een normaal forum. En dan kun je aan de slag gaan. Maak die koppeling met Plug&Pay. Met die betaalpagina software. En je bent ready to go. Andere gebruikers zijn hier heel tevreden over. Ik vind het zelf heel prettig als ik een cursus koop. En het is, maak gebruik van Huddle software. Omdat het gewoon zo overzichtelijk is. Je krijgt eerst een forum. Ga je naar resources. Dan weet je de cursus te vinden. En alle andere documenten die je nodig hebt. En daarnaast vind ik de kosten van Huddle ook niet hoog. Kom bij kijken dat je 14 dagen een trial kan proberen. Dus dan kun je gewoon eens kijken of het je bevalt of niet. Zo nee, dan beëindig je het abonnement. Je krijgt een berichtje op de 13e dag van joh, let op, morgen gaat er een abonnement in en gaat het lopen. Dus dan kan je besluiten of je het wel of niet door laat lopen. Ik hoop dat je veel gehad hebt aan deze video. Als dat zo is, geef dan even een like aan de video. Zou ik heel erg tof vinden. En vergeet ook even niet om te abonneren. Dan mis je dit soort video's de volgende keer in ieder geval niet. Laat zeker even een reactie achter mocht je wat te vragen hebben over Huddle of gewoon wat op te merken hebben. Doe dat zeker even. Ga kijken of ze kan beantwoorden. En dan hoop ik dat ik je volgende week of in de volgende video in ieder geval weer terugzie. Doei!